Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. Vandaag is de nieuwe GoPro Hero 7 de beste actioncam ooit gemaakt. Welkom bij Hardware Info TV. GoPro heeft een nieuwe uitvoering van haar Hero actioncam, de Hero 7. Met een aantal interessante nieuwe features en bovenal beweren ze dat ze eindelijk weer de beste actioncam ter wereld hebben. Maar ja, GoPro was eigenlijk lange tijd een beetje, ik zou bijna zeggen, synoniem voor actioncam. Maar de afgelopen jaren zijn andere fabrikanten, bijvoorbeeld Sony, daar ook flink op dat marktsegment gesprongen. Ja. En was het toch niet meer 100% voor de hand liggend dat je voor een GoPro zou kiezen? Nou, sterker nog, ze werden van twee kanten aangevallen. Aan de ene kant door de goedkope Chinezen, die inderdaad voor 60 euro actioncammetjes maakten, waar GoPro eigenlijk geen goed antwoord op had. Aan de andere kant inderdaad bijvoorbeeld Sony, waarvan ze met die X3000 echt een hele goede actioncam maakte. Ook met optische beeldstabilisatie, waar GoPro ook geen antwoord op had. Ja. En nu met de Hero 7 hebben ze een nieuwe manier van beeldstabilisatie geïntroduceerd, waar we het zo meteen over gaan hebben. Waarvan ze zelf zeggen dat die eigenlijk gimbals overbodig maakt. Daar valt nog wel wat op af te dingen, maar die inderdaad ook echt heel erg goed is. En waarmee ze echt weer aan de top terug zijn in ieder geval. We gaan eens eventjes beginnen bij de specificaties. En het interessante is dat eigenlijk veel mensen beweren dat de GoPro Hero 4, van toch alweer een hele tijd geleden, dat tot nu toe eigenlijk nog altijd de beste GoPro was. Was ook de laatste die niet waterdicht is. En wat veel kenners zeggen, toen GoPro begon met die dingen waterdicht maken, ging het in ieder geval kwalitatief achteruit. Ja, ging in ieder geval de audio-kwaliteit achteruit. Want deze is ook waterdicht, daar kunnen we gelijk mee beginnen. Je hebt geen housing nodig om hem in ieder geval tot 10 meter onder water te houden. Op het moment dat je een camera waterdicht maakt, dan moet je membraan voor de microfoon doen en dat komt de geluidskwaliteit niet ten goede. Nou, die Hero 5 was een beetje gechargeerd, maar was eigenlijk een waterdichte Hero 4, waarvan veel mensen zoiets hadden, is eigenlijk niet beter. De 6 was daarop een evolutie. Ja. En nu dus de 7, die nog weer beter is. Ja. En deze belooft dus ook in ieder geval weer die betere geluidskwaliteit ten opzichte van zijn voorgangers. Ik moet wel zelf zeggen, ik heb zelf ook een Hero 4. Ik vind de geluidskwaliteit van de Hero 4 in ieder geval nog altijd nipt beter. Dat kunnen we wel gelijk zeggen. Maar het is in ieder geval niet dat het een wereld van verschil slechter is. Nee, ja, bij die vorige generaties was het een beetje zo alsof iemand met zijn hand voor zijn mond praatte. Ja. Het werd gewoon heel erg gemuffeld. En dat is bij deze weer een stuk beter. Ja. Nou, laten we eens even naar de specificatie kijken. Nog steeds een fotoresolutie van 12 megapixel. Video 4K. Over de videokwaliteit van GoPro zijn de kenners altijd wel over eens. Het ziet er echt gestoken scherp uit. Ja, 4K 60 nu ook. En dat was bij de vorige versie ook. Deze ondersteunt nu ook H.265 encoding met hoge bitrate. Dus zelfs als er heel veel in beeld gebeurt, H.265 codec wat ze gebruiken is echt gewoon heel erg goed. Dus je houdt heel veel scherpte in je beeld over. En wat de GoPro Hero 4 nog miste, heeft deze net als voorloper 6 wel. Dat is een display. Ja, een displaytje aan de achterkant. Een touchscreen waarmee je dus het apparaat bedient. Dat een stuk handiger is dan met een drietal knopjes en daarmee door menu's. Ja. Ze hebben het menu ook ten opzichte van de vorige, dus van de Hero 6, weer helemaal op de schop gegooid en het is nog intuïtiever geworden, dus nog wat makkelijker te gebruiken. Ja. En op dat vlak is het nu wel echt ook heel erg goed, vind ik zelf. Ja. En dan die beeldstabilisatie. Hypersmooth heet het. Nou, het klinkt als een term die Nike voor nieuwe hardloopschoenen bedacht had kunnen hebben. Maar het werkt verbluffend goed. Ja, want het is dus een vorm van digitale beeldstabilisatie. En dat is niet iets nieuws, dat gebruiken meer camera's. Wat ze dan feitelijk doen is, je hebt een groot beeld. Daaruit pak je een kleiner gedeelte wat je daadwerkelijk gebruikt. Hm. En dan afhankelijk van hoe het beeld beweegt, laat je die uitsneden een beetje meebewegen. Nou, dat is trouwens niet nieuw, dat hadden ze in de Hero 6 ook al zitten. Alleen wat ze nu doen is dat ze daar onder andere gyroscopen voor gebruiken. Om dus heel nauwkeurig te kijken wat doet de camera, hoe beweegt die. En dat dus tegen te bewegen in het beeld. Ja. En het werkt echt verbluffend goed. Ik heb er onder andere mee gemountainbiked. En als je dat doet zonder beeldstabilisatie, want we hebben twee camera's en heb ik runs gemaakt met en zonder aan. Dus twee Hero 7's, eentje met en eentje zonder. We zien het nu in beeld. Ja, nou dan zie je dat het zonder is echt eigenlijk niet om aan te kijken. Terwijl het beeld met is gewoon prima stabiel. Het is niet zo stabiel als een gimbal, want de gimbal kan dus echt de horizon vasthouden. Dus die blijft altijd naar voren gericht, snaarstrak beeld. Dit beweegt wel gewoon met je been, maar de erge trillingen waardoor het onkijkbaar wordt, zijn eruit. En gimbals zijn A, niet goedkoop en B, niet heel erg praktisch om bijvoorbeeld op een mountainbike te schroeven. Kan wel, maar is duur. En als je crasht, zijn ze kapot. En het nadeel van een gimbal, althans, sommige mensen vinden het mooi, maar het lijkt ook echt alsof je door het beeld heen zweeft. Dit geeft toch wat meer het actiongevoel, vind ik zelf. En het blijft natuurlijk een actioncam. Precies. Nou, dat Hypersmooth zijn we gewoon super enthousiast over. Ja. Als we kijken naar de specs, er ook nog een aantal nieuwe dingen. Stembediening had de Hero 6 ook al. Je hebt nu ook Wake on Voice, dus je kunt het ding met een stemcommando zeggen, begin maar en ga wat doen. Begin opnemen, want de accu, dat is wel, daar moeten we het over hebben, de accu is verwisselbaar
maar dat is echt een Achilleshiel en dat blijft het. Met een uurtje is het wel gewoon op. Zeker als je wifi gebruikt, is het zelfs binnen een uur op. En wat je dus kan gebruiken met dat Wacom Voice is dat je hem naar standby laat gaan. En dat je dan zegt, GoPro start recording. Start hij zichzelf op en echt ook heel snel begint hij dan met opnemen. Dat is echt ideaal wat mij betreft. Slow motion video's, dat blijft natuurlijk super tof om coole effecten te doen. Dat konden 4, maximaal 2 keer. Dat werd al opgewaardeerd naar 4 keer en nu zelfs 8 keer. Ja. Een paar mooie termen waar we toch heel eventjes iets langer op stil moeten zijn superfoto en time warp video. Ja, de superfoto is eigenlijk een soort automatische HDR-functie die ze nu hebben erin gebouwd. Die kan je dus gebruiken op het moment dat je dan een foto maakt, analyseert die chip die erin zit en dus uiteraard software feitelijk wat er in beeld gebeurt. Doet lokale toonmapping, doet lokale kleuroptimalisatie. Het is niet heel realistisch, maar het geeft mooie Instagram-achtige foto's. Ja. En wat in dat kader ook nieuw is, is een verticale modus. Dus als je cameraatje op zijn zijkant draait, maakt die automatisch verticale foto's of video's of vierkant, wat ook dan uiteraard weer voor Instagram met name bedoeld is. Ja. En dan is het natuurlijk altijd zo, je maakt allemaal de meest mooie opnames, maar 9 van de 10 keer kom je thuis en heb je of niet meer de tijd of niet meer de behoefte om er daadwerkelijk wat mee te doen. Zaken als Quick Stories moeten daarbij helpen. Ja, Quick Stories, Quick is eigenlijk de software die GoPro een aantal jaren geleden heeft overgenomen. Ja. Op je smartphone, die communiceert direct met de camera, bedenkt dan zelf op een slimme manier aan de hand van de sensoren die erin zitten, registreert die wanneer er heftige dingen in beeld gebeuren. Dat wordt dus naar de telefoon gestuurd, die maakt er automatisch video's van. En waar we nog even over moeten hebben, want je zei net al, time warp video, dat is dus een hyperlapses maken of timelapses, dat kennen we, maar daar gebruikt hij dus ook die beeldstabilisatie bij en het is dus ook waanzinnig, als je loopt bijvoorbeeld door het pand hier, zo heb ik een dingetje gemaakt dat ik de trap afloop, nou, dan lijkt het net alsof je eigenlijk aan een soort kabelbaan naar beneden gaat, terwijl het dus gewoon uit de hand is met de camera bewegend en alles en het ziet er super spannend. Maar dat kun je dus bijvoorbeeld gebruiken als je een uur gaat fietsen en dat wil terugbrengen naar een video ja, van anderhalf of een stukje minuut, in de auto rijden en dat je niet wil dat bij elke hobbel het beeld helemaal wegschiet, dat onwijs goed eigenlijk. Ik denk dat wij mogen stellen dat die Hero 7 met alle nieuwe features en zeker dat Hypersmooth echt wel weer terug is aan de top. Ja. En daarmee de Sony's van deze wereld voorbij. Ja, op punt in ieder geval, ja, zeker. Niet iedereen wil €440 uitgeven aan een actioncam. Dan heeft GoPro ook nog modellen voor, ja, het kan bijna geen toeval zijn, €330 en €220. Ja, want we hebben het tot nu toe dus over de black versie gehad, die we hier op tafel hebben staan. Die is ook echt zwart en er zijn dus ook een silver en een white. Ja, die zijn wat uitgekleed. Die ondersteunen bijvoorbeeld niet 4K60, maar in het geval van de silver wordt het 4K30. En in het geval van de white is dat een nog lagere resolutie. Ja. Ook bijvoorbeeld de accu is niet verwisselbaar, dus je zit met de accu die erin zit. We hebben die apparaten niet getest, maar ik denk dat de accuduur daar niet heel veel beter van zal zijn. Dus die zal je relatief vaak moeten bijladen. Ja, en toch het belangrijkste, juist die feature waar we het meest enthousiast over zijn, dat Hypersmooth zit alleen in die duurste black uitvoering. Ja, precies. En ook voice control ontbreekt. Er zit geen stereo microfoon in de ProTune modus, waarbij je dus echt met beeld 5 plat kan maken qua contrast en dan achteraf kan optimaliseren in je editing software. Dat zit ook niet in die goedkopere versies. Dus de toffe dingen, kunnen we wel zeggen, zitten echt alleen in die black versie van €440. Voor de duidelijkheid, we hebben de silver en de brons niet getest. Dus een echt oordeel kunnen we daar niet over geven. Eén ding is in ieder geval duidelijk, de black versie zijn we enthousiast over. Ja, die is echt fantastisch. Dit is nu weer mijn favoriete actioncam. Duidelijk. Tot zover Hardware TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer.